Dit is niet de enige reden waarom mensen misschien een beetje niet zo makkelijk naar buiten gaan om zich te laten testen. Het weer speelt ook mee. En wij vroegen ons eigenlijk af, verliezen we zo niet een beetje het zicht op het virus? Nou, kijk, als mensen echt niet naar buiten gaan, kunnen ze het virus ook niet verspreiden. Hè, als ze dan ook verder geen andere contacten hebben. Dus op dat moment is dat ook een goede maatregel om het virus binnen te houden. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen met klachten zich blijven testen. En wat we natuurlijk ook heel belangrijk is dat we echt projecten doen om meer over het virus te leren. Zoals wij nu in Bunschoten doen. En dat mensen zich daar ook echt actief aan meedoen. Ja. Ja. Voor Bunschoten gaan we het ook hebben. We hadden het net al eventjes over die kou, hè? Wat betekent de kou voor het virus? Nou, wij slaan het virus eigenlijk als we het willen bewaren. En bijvoorbeeld willen we soms virus bewaren om het later de genetische code van het virus af te lezen. Om te kijken of het dus bepaalde varianten betreft. Hè, die misschien besmettelijker of minder goed op het vaccin reageren. Om die te kunnen bepalen. En als wij het virus bewaren, dan slaan we ze op in de kou. Dus we hebben vriezers met min 80 en het virus blijft daar heel goed in. Het virus vindt het hartstikke lekker dit maar weer. Maar ook bij min 20. Hè? En, dus ja, je kan daar niet op rekenen dat de kou iets doet met het virus wat voor ons gunstig zou zijn. Okay. Mag ik nog iets zeggen over het zicht op het virus? Want wat je kunt voorstellen is dat je dus een lijn hebt met een plotselinge dip. Maar iedere statisticus weet hoe die dat moet repareren. Dat gebeurt ook. Plus dat het RIVM heeft 4 bronnen. Dit is er 1. En die corrigeren dat. Dus we houden gewoon grip op het virus. We weten hoe het virus zich ontwikkelt. We weten ook hoe de testbereidheid van mensen zich ontwikkelt. Dus als die een paar procent lager is, moet je een paar procent erop zetten, als het ware. Dus het is niet zo dat we als gevolg van die 1 of 2 dagen of de iets verminderde testbereidheid zicht verliezen. Belangrijk is wel dat we dus over de langere termijn het zicht houden. En dat het nog steeds betekent dat we zien dat er nog veel besmettingen zijn, dat mensen zich echt aan de maatregelen moeten houden. Zeker gelet op die